Goedenavond allemaal. Gezellig dat jullie weer meekijken of misschien ook wel meedoen. Met challenge 8 alweer. Yay! Superleuk. Het was een beetje laat gepost vandaag. We wisten eigenlijk nog niet precies wie er de live challenge zou gaan doen. En of we hem over zouden slaan. Want het zijn voor veel mensen ook herfstvakantie nu. Maar toch besloten om... vanavond ook weer een challenge te doen. Ik hoop dat jullie er allemaal ook blij van worden. En ik heb hier al wat spulletjes liggen. En dat konden jullie ook wel al een beetje op de sneak zien. Hè, wat we gaan gebruiken. Het was weer een hele makkelijke challenge. Dus ik denk dat die door iedereen weer mee te doen is. Tenminste, dat zouden we leuk vinden, hè? Dat jullie allemaal weer lekker gezellig mee gaan doen. En ik zit hier een beetje lekker te kletsen, want ik hoop natuurlijk dat er nog meer mensen mee gaan kijken of doen. En dan kan ik zo meteen gaan onthullen wat de challenge wordt. Nou, jullie zien al wat leuke spulletjes liggen, daar zal ik eerst even iets over vertellen. Ik zie Carina al vertellen, ik vind de icing inkt zo leuk. Die is ook echt super leuk. En ik heb hier al keileuke kleurtjes klaar liggen. Ik ga lekker mee aan de slag vanavond. En het wordt echt weer een heel leuk inktkaartje namelijk. Yay! Ik hou ervan. Daarnaast heb ik de stempel hier van Berlijn Design. Knuffel heet die. Die heb ik erbij gepakt. En er zitten hele leuke tekstjes op. En eigenlijk in het groot staat er kerst en knuffel. Maar dit is echt niet een speciale kerststempel, vind ik eigenlijk. Ik heb hem wel de vorige challenge ook al gebruikt. Maar nu ga ik weer een hele andere tekst gebruiken. En er staan gewoon heel veel kleine woordjes op. Waardoor je gewoon ja, eigenlijk alle kanten ermee op kan. Ja, er staan van knuffel tot envelop en speciaal voor jou en Hocus Pocus Pilatus pas. En vorige keer liet ik al zien vanaf er ook bij Noordpool en kerst dan. En, nou, superleuk. Vandaag gaan we lekker een andere kant op en was het helemaal geen kerst. Ook wel weer leuk, toch? Ik ben even te kijken. Er zijn nog heel veel mensen die lekker aan zijn gesloten. Gezellig. Goedenavond allemaal. Ik vertel gewoon eerst even lekker wat over de producten. En dan gaan we zo meteen starten. Hier heb ik iets van een slimline. Een mal klaar liggen. Ik heb deze basismal gebruikt. Die is van Carlijn Design. En eigenlijk is dit de basismal die ik het meeste pak, merk ik. Die heeft gewoon een stiksteekje en rechte als basis. En daarna zo'n schulprandje. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te gebruiken. Dat heb ik hier dan ook gedaan. En de onderlaag heb ik van gewoon wit cardstock gepakt. En dan heb ik een aquarelpapiertje gepakt waarop ik het schulprandje heb gedaan. En daarna heb ik deze set van Carlijn gebruikt. En daar heb ik eigenlijk die bovenste hier. Met zo'n schulprandje heb ik hier gebruikt zodat die van elkaar af is. Dus heb je niet deze stans, is dat geen probleem. Dan kun je dit ook gewoon recht bijvoorbeeld doen. Of met een ander karteltje of net wat je hebt kun je dat ook nog doen. Dus dan mag je lekker zelf, bepalen, zeg maar. Dat kom ik dadelijk nog even op terug. Maar ik wil toch eventjes deze stans nog even laten zien zo. Kijk, want het is echt heel leuk. Dan kun je dus, dit is dat schulprandje die bovenste. Dan heb je nog een stiksteekje. Hier heb je nog een sierlijke randje. Hier heb je net zo'n beetje zo'n spreekwoordballon, zeg maar. En nog een kleintje. En hier zit ook nog een kaarsje bij met wat vlammetjes en een pijltje. Dus daar wil ik ook nog wel even een keer wat leuks mee gaan maken. Maar dit is ook een heel leuk setje weer van Carlijn Design. Ik weet dat er nog even geen linkje bij staat. Daar zijn we nog mee bezig. Dus die komt nog. Dus de link naar de producten, die komt nog. Moeten jullie nog heel eventjes geduld voor hebben. daarnaast heb ik als laatste, naast die mooie iZink inkjes, dan heb ik hier een Bellalulu knipvel. Want hey, het is een Bellalulu challenge. Dus natuurlijk gaan we daar weer een leuk plaatje op verwerken. En dit is het vel Little Kitty. Dus met keischattige katjes.
Vorige week hadden we hondjes. Dus ik dacht, nou laten we nu eens even de poesjes doen. En ik vind ze super schattig. Dus ik weet niet of jullie al benieuwd zijn naar het challenge kaartje. Maar ik ga hem onthullen. Deze mogen hier even gezellig staan. Want wat ga ik hier doen? Ik maak hier een regenboog aan kleurtjes. En de challenge wordt dan ook regenboogkleurtjes. Yay! En dit is het kaartje. Oh, hij zit vast. Woep, 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 woep. Zijn jullie al nieuwsgierig? Kijk dan. Heerlijke regenboogkleurtjes. Ik werd er helemaal blij van en ik hoop jullie ook. Want dit is wat we gaan maken vanavond. Dus dit is de challenge, zeg maar. Dan mag je je eigen draai natuurlijk weer aan gaan geven. Maar ik neem jullie vanavond mee en misschien kun je er weer wat inspiratie uit halen. Maar we gaan dus een mooie regenboogkleuren maken. En wat ik hier heb gebruikt is de sapoesje. En de stempelset heb ik hier staan. Ja, het is een beetje lastig met de schaduw, maar er staat... Ik wens je een magische verjaardag. En op die stempelset zit ook dit leuke toverstafje. Leuk toch? Dus dit is wat we gaan doen. Yeah. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we er gewoon weer wat leuks van maken. Dus ik verwacht inderdaad ook heel veel vrolijkheid en heel veel kleur op de groep hier. Als jullie kaartjes posten. En nou, wat ik al zei, hij is heel simpel. Maar ik vind hem echt super leuk. Ik hoop jullie ook. Oh jee, Nathalie. Nathalie kon eigenlijk niet kijken, maar ze is er ook even bij. En ik zie, ik kijk even terug naar jullie reacties. En ik zie hele leuke reacties. Dus ik denk dat jullie er ook blij van worden. En daar gaan we er iets leuks van maken samen. Nou, mijn onderste laag, mocht je geen slimline mallen hebben. Die is 21 centimeter bij 10,5. Nou, ik gebruik hem dus zo horizontaal vandaag. En mocht je dus geen slimline mal hebben, dan kun je zelf die basis snijden. Dus 21 breed, 10,5 hoog. En dit laagje wat erop komt, dat is dus iets kleiner. Nou, ik weet de maat niet precies, maar dan kun je gewoon zelf wel. Als je geen mal hebt, kun je zelf gewoon wel even bedenken hoe groot je dat ongeveer wil maken. Wordt dus iets kleiner dan die buitenste mal. En ik heb dus die mooie stand gebruikt hier om het zeg maar af te snijden. Heb je dat niet... Kun je daar gewoon zelf iets met een streep maken of een kartelrandje of net wat je leuk vindt. Dus dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk als het uit twee delen bestaat. Dat je ook echt een beetje het idee erin terug ziet. En de regenboogkleurtjes natuurlijk die we zo meteen gaan gebruiken. Nou, ik ga dit kaartje even opzij leggen. En we gaan lekker starten. Anders ben ik hier morgen nog aan het kletsen. Even kijken, de onderkant kan ook aan de kant. Want we gaan eerst even lekker kleur aanbrengen hier op dit aquarel papiertje. Nou, ik zie allemaal enthousiaste reacties. Dus ik heb er zin in. Ik ga beginnen met geel. En ik ga het eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde doen als wat ik ook in mijn voorbeeldkaartje had. Alleen dan een ander plaatje. Wat vinden jullie daarvan? Ik bedoel, een regenboog vind ik wel leuk als die gewoon een beetje... dezelfde manier is. Of ik ga hem andersom maken. Doe ik geel een keertje aan deze kant. Is ook wel leuk, denk ik. Hè? Nou, ik heb hier een hele handige magnetische glasmat van Crafty Motions. Die is nieuw. En die is dus van glas en er zit magneet in. En ik vind hier zo handig dat hier zo'n licht vlak zit. Ik denk eigenlijk dat hij met voor de video te kijken ook veel prettiger is kijken. Ik heb hem nog niet in de avond gebruikt, zeg maar. De vorige keer was het in de middag. Maar volgens mij is het rustiger beeld op deze manier. Ik heb het gevoel dat hij een klein beetje scheef ligt. Dus ik kijk even of ik hem iets recht kan leggen. Hier op dit lichte vlak kun je dus heel makkelijk inkt doen. Zodat je goed kan zien welke kleur je hebt en wat je aan het doen bent. Nou, ik heb hier die brushes weer erbij gepakt. En ik ga hier eerst de gele kleur aanbrengen. Want dat vind ik gewoon een leuk kleurtje om mee te beginnen. Oh, nou fijn dat die beter kijkt zo. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind hem ook heel fijn om te werken. Dus dan is het eigenlijk gewoon win-win, hè. Ik heb wel mijn lampje een beetje geschoven. Want kijk, als ik die in beeld zet,
Dan zien jullie zo meteen, ik heel even kijken dat ik zelf ook meekijk. Dan kan ik eigenlijk iets beter zien wel, maar dan zien jullie dus mijn ledverlichting in het beeld. Maar dat wil ik dus niet. Dus ik schuif hem gewoon weer even terug. En ik denk dat jullie gewoon zo voldoende licht hebben. Mocht zij niet zo zijn, dan hoor ik het van jullie natuurlijk. Zo, ik heb eerst mijn gele kleur aangebracht. En dan pak ik daarna de oranje. Die gele, die heb ik... Ja, ik gebruik dus allemaal iZink inkjes. En ik heb hier de Aurora, de gele. En nu pak ik Sieren of zo. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het uitspreek. Heb je geen iZink inkjes, pak dan gewoon lekker de inkjes die je hebt. Hè, want het maakt niet uit welke je gebruikt. En ik vind het dus fijn om dat eerst even op mijn glasplaatje te doen. En daarna op mijn kaartje. Pak even een doekje erbij. Even kijken. Nou, super leuk. Ik zie nog gezellig mensen aanschuiven. Echt heel leuk. Even kijken. Ik ben ondertussen aan het meelezen hoor. Ja, je wensenlijstje wordt groter. Maar ik hoop dat je wel ook lekker veel inspiratie krijgt om mee aan de gang te gaan. Oh, nou weet ik niet of ik het goede borsteltje had. Volgens mij was deze eigenlijk van groen. Hij roept. Ja, ik had het verkeerde borsteltje. Deze was... Oh, dan kan ik mijn borsteltje niet meer vinden natuurlijk. Het ook. Nou dacht ik eigenlijk dat ik de goede borsteltjes had klaargelegd. Oh, deze was het. Zo, dan ga ik oranje en die ga ik er tegenaan zetten. Kunnen jullie het zo goed zien of vinden jullie het fijner als ik hem een beetje inzoom? Misschien is dat wel makkelijker, hè? Dan zet ik deze even iets naar beneden. Ik denk dat jullie het dan net iets beter kunnen zien, dus dat ga ik even doen. Even kijken hoor. Niet te ver. Ik denk dat het net iets beter is zo. Ja, hè? Nou, ik ga die oranje kleur dus aanbrengen ook weer. Nou, fijn dat het goed te zien is. Dat is ook de bedoeling. En die ga ik een klein beetje ook weer over het gele heen brengen. Want dan kun je de kleuren mooi met elkaar blenden. Dus ik breng hem een klein beetje eroverheen aan. En soms moet je ook iets meer laagjes aanbrengen om hem gewoon mooi op te brengen. En nou vind ik sowieso eigenlijk dat geel en oranje altijd heel mooi in elkaar overlopen. Dus dat gaat altijd heel makkelijk. Ja... Oh Yvonne, ik heb altijd allemaal van die plannen en denk, oh ja, ik moet dat anders doen. En dan vergeet ik dat later weer. Vast heel herkenbaar. Dan denk ik, oh, ik heb een leuk ideetje. En dan vind ik die ideetjes uitwerken, vind ik altijd dan belangrijker en leuker dan allemaal stickertjes op mijn borsteltjes plakken. Oeps. Nee, ik doe die niet op de gele kleur, Henriette. Ik doe altijd eerst mijn plaat schoonmaken en dan weer een andere kleur erop aanbrengen. Want anders krijg je echt nog een rommeltje. Komt alles door elkaar natuurlijk weer aan je borsteltjes. Je ziet dat ik nog eventjes terug met mijn geel eroverheen ga. Zodat die kleuren gewoon mooi met elkaar blenden. En omdat ik die gele nog nodig had, zat die er dus nog even. Maar ik heb nu geen geel meer nodig. Dus nu ga ik de gele even weghalen. Nou, zijn jullie wel blij met een challenge zo in de herfstvakantie? Of hadden jullie liever een avondje niet gehad? Ik ga nou roze erbij pakken. En de roze die ik gebruik is cerise. Dat is echt best wel een knalroze. Ik vind het met. Even kijken welk borsteltje nou voor mijn roze was. Deze.
Altijd gezellig, hè? Vind ik ook. Dan pak ik dus mijn roze. En die vind ik wel iets lastiger alweer te blenden. En als we dadelijk naar het blauwe gaan, dan wordt het steeds iets moeilijker. Deze gaat nog wel redelijk. En probeer hem ook niet te hard aan te zetten in de rand van het oranje. Zodat hij mooier overloopt. Liever iets ervan af harder aanzetten en hem dan een beetje uitwrijven richting het oranje. En dan pak ik dus even die oranjes ook weer terug. Om hem hier ook weer mooi te blenden. Ik was nog niet klaar met roze hoor. Maar ik pak hem gewoon heel even vast, die oranjes weer zo. Zodat je dus echt vet verloop krijgt. Tenminste vind ik, hè. Misschien vinden jullie dat wel helemaal niet. Oh, leuk, ja. Dat dacht ik dus ook. We hebben nou lekker herfstvakantie. Of ja, niet het hele land natuurlijk. Maar sommigen hebben lekker herfstvakantie. Dus misschien ook wel meer tijd om juist de challenge te maken nu, hè? Zo. Roze. Ja, oranje is klaar. Dus ga ik oranje hier weer weghalen. Ja, die cerise, hè, Nathalie, die is echt vet. Die knalt lekker. Ik vind hem ook heel gaaf. Als je hem zo op je glasvlaai doet, dan denk je, oeh. Maar ik vind het echt een heel vette kleur als je hem aanbrengt op je papier. Even kijken, dan gaan we naar het blauwe. En dat is Mer du Sud of zoiets. Nou, mijn Frans is niet zo goed en volgens mij is het Frans. Mijn Engels is ook niet zo goed, maar mijn Frans is helemaal niet. Maar het is een blauwe kleur in ieder geval. Johnny, het is ook wel moeilijk hoor, die overgangen. Je moet echt wel goed oefenen. En wat ik al zei, als ik hem nu ga aanzetten, niet meteen op de rand aanzetten. Een klein stukje ervan af. Want dan kun je hem uitstrijken, dus als er wat minder op zit, naar het roze toe. Dan heb je veel minder die aanzetten. En dan krijg je dus veel mooier verloop. Tenminste, dat is mijn mening en nogmaals. Misschien gewoon handige tips voor als je het nog lastig vindt om kleurtjes te laten blenden. Maar dit is wel een leuke oefening, hè? Want hey, met die regenboog, daar willen we natuurlijk meerdere kleurtjes. Dus dan kun je meteen even lekker oefenen. Oh, in België pas volgende week herfstvakantie. Hebben jullie het nog lekker te goed, hè? Hier is het altijd een beetje verspreid. Maar bij ons is het nu dus herfstvakantie. Ik pak ook weer hier even het roze weer terug. Hè? Want nu is het best wel een duidelijke streep. En dat roze, dat ga ik weer over het blauwe heen brengen. Ik pak weer een beetje erbij. Nathalie zegt al eerst op een kladje oefenen. Dat kan natuurlijk ook, hè. En ik zal jullie een geheimje verklappen. Want zometeen, als het helemaal klaar is, zeg maar. Als ik alle kleurtjes hier heb aangebracht. Dan ga ik spetteren met witte gesso. En mijn geheim is dat ik dat eigenlijk doe. Zodat het een beetje breekt. Als je dan een beetje strepen ziet. En er zitten spetters op. Dan breekt dat een beetje strepen. Dan gaat je aandacht ook een beetje weer naar de spetters toe. Niet verklappen, hè. Even kijken. Zo, ik ga de roze weer wegdoen. En dan ga ik even groen erbij pakken. Nou, het idee was wel een beetje regenboog als challenge. Dus dat was een beetje de challenge van nu. Maar heb je dus niet precies de kleur in een regenboog? Ja, dan kun je natuurlijk ook wel in andere kleurtjes doen. Even kijken. Ik heb nu nog als laatste de groene kleur. En dat is menthe.
En die ga ik hier nu dus als laatste nog aanbrengen. Zo. Ik ben heel benieuwd of jullie weer lekker mee gaan doen. Misschien nu al of later. Vind ik altijd leuk om te weten. En of je al een idee hebt met welke Bella Lulu plaatjes je aan de gang gaat. Kijk, en dit is best lastig, vind ik, om die overgang echt weg te werken. Maar ik ga het even proberen nog. Zo. Zeker, zeker. Met Memento kan je het zeker ook doen. Dus met Memento of de stress of net wat je hebt, dat kan allemaal. Nou, ik vind hem tof. Wat vinden jullie? Ik zal hem even dichterbij laten zien. Wow, dat was wel heel dichtbij. Oeps. Kijk hoe tof. Mooi verloopjes, toch? En zo zie je dus ook die menging van kleuren. Hè? Kijk naar dat roze met dat blauwe. Het is een beetje paars. En hier een beetje oranje tussendoor. Dus ik vind het heel vet. Nou, mijn borsteltjes kunnen even aan de kant. Hopskee. Ik laat de kleurtjes hier wel even lekker staan. Ik maak wel even mijn blad een beetje gewoon. Oh, die kleurtjes laat ik trouwens niet staan. Want waar heb ik nou mijn... Oh. Want ik ga hier lekker even spetteren. Dus mijn kleurtjes gaan even aan de kant. Het ziet er zo gezellig uit. Ja. Ik vind het altijd zo leuk als je zo'n... Alleen al die inkpetjes er hebt staan. In zo'n verschillende kleuren op een rijtje. Ik word er vrolijk van. Dus ik denk dat ik heel vrolijk ga worden van deze challenge. Als je al die kaartjes straks allemaal onder elkaar ziet, vet toch? Ik hou ervan. Ja, nu heb ik mijn gesso even gestopt. Ik moet even een beetje rommelen hier. Sorry, ik zit echt heel vervelend in beeld nu. Maar ik had die vergeten klaar te zetten. Hopskee. Ik gebruik hiervoor de witte gesso van Dutch Doe Bedoel. En ik denk dat jullie het inmiddels wel weten, want ik doe het eigenlijk iedere live. Maar ik ga daarmee spetteren. Ik pak gewoon even met een kwastje, pak ik het eruit. Beetje. En daar spreek ik water bij. Best wel veel, want van een droog... een droog... Lekje menging, moesje, zeg maar, kan je niet echt spetteren. Dus ik spreid er denk ik wel echt zo'n 4, 5, 6 keer in. En dan wordt het ook echt een lekker nat papje, zeg maar. Pak ik even een doekje erbij. Structuurpasta zou ik denk ik... Ja, je kan het proberen, Linda. Maar ik weet niet of dat echt werkt. Je kunt dit wel ook met een witte spetterpen doen, eventueel. Dus als je geen gesso hebt, kun je ook met een witte spetterpen werken. Ik ga dus dit weer oppakken. Ik doe het eerst even af, hè, want dan krijg ik niet zo'n hele dikke vlek, zeg maar. En ik ga echt flink dit erop doen. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Maar anders laat ik het zo meteen van dichtbij nog even zien hoor. Maar ik wil dus echt dat er flink wat spetters op zitten. En nogmaals, als je dus die verlopen niet helemaal mooi hebt. Kun je het hier een klein beetje mee verdoezelen. Zo op het donkere zien jullie het misschien beter. Ja, als ik nu op mijn... tablet meekijken, dan zie ik dus echt niks van die witte spettertjes. Dus ik hoop dat jullie dat wel zien. En anders nogmaals,
ik spet er lekker even erop los. En dan moeten jullie mij maar even geloven. En dan laat ik het zo meteen even in een close-upje zien. Ja, met die Molotov. Daar kun je inderdaad mee spetteren. Dus die heb je ook in het wit en in het zwart. Ik spetter zelf altijd met gesso. Maar daar kan het zeker ook mee. Jolanda die doet het ook altijd met een Molotov pen. Nou, ik denk dat ik wel genoeg witte spettertjes heb. Even mijn kwastje weer schoonmaken. En mijn werkplek een beetje schoonmaken. En dan zal ik het even laten zien. Zo. Ja, kunnen jullie het wel goed zien? Oh, fijn. Had ik niet verwacht. Beetje droog maken ook weer, hè. Anders leg ik mijn kaartje in een nat werkplekje. Dat vind ik ook niet zo fijn. En, kijk. Hoe tof is dit, toch? Ik vind het heel gaaf. Ik hoop jullie ook. dit moet heel eventjes een beetje drogen. Maar dat geeft niet, want dan heb ik mooi even de tijd om hiermee verder te gaan. Deze leg ik even een beetje naar boven. Ja, op die kleuren inderdaad van groen en roze zie je het beter dan op de lichte kleuren. Dat klopt. Steekt natuurlijk veel beter af. Nou, dit is mijn basiskaartje. Hoef ik nu nog niks mee te doen. Maar met de onderkant, zeg maar, daar ga ik wel even iets mee doen. Ik heb die stempelset dan uitgekozen, hè. En ik ga gewoon even dezelfde tekst opzetten als die ik ook op het voorbeeldje had. Dat vind ik gewoon een leuke tekst. En dan, ik wens je een magische verjaardag. Maar ik zat te denken of ik hem hieronder zo zou doen. Of hier, of weer om die punt heen. Wat vinden jullie? Ik wacht gewoon even jullie reacties af. En ondertussen had ik eigenlijk dit plaatje uitgekozen. Ik denk dat ik een andere ga doen. Ha. Dus ik wacht even af wat jullie zouden doen. Onderin, zeg maar. Of met de punt mee. Ja, onderin is ook wel tof, denk ik, hè. Ik dacht later, oh, dat had ik inderdaad beter op die manier kunnen doen. Of, oh, ik denk dat ik deze ga doen met die donut hier zo. Dan komt er aan die kant weer een beetje groen en dan doe ik hem in de linkerhoek. Want de katje kijkt natuurlijk naar die kant. Ja, dat ga ik denk ik doen. Ik ga die met die donut pakken. Ik vind die cool. Ja, onderin, maar dan, omdat ik mijn plaatje nu aan de andere kant doe, komt hij dus dan onderin links, hè. Want ik ga mijn plaatje, want het poesje kijkt een beetje zo. Dus dan vind ik hem aan die kant leuker dan hier, zeg maar. Komt hier ook weer een beetje groen. En dan doe ik mijn tekstje links onderin. Ja, Gerda, ben je helemaal terug weer, hè? Ik ben er ook wel heel blij mee. Ik heb nog allemaal mooie kaartjes liggen die ik jullie kan laten zien. Ik heb zoveel gemaakt weer de laatste tijd dat ik niet alles in één keer kan posten. Dus ik spam jullie gewoon iedere dag wat. Oh, en morgenochtend dan komt Jolanda ook weer met een tikkie live, hè. Jolanda en Joyce en ik weet niet wie er nog meer bij is. Misschien Karen wel weer. En morgen om 9 uur, geloof ik. Dus dat is ook wel leuk. Oh, dit gaat altijd een beetje langzaam. Maar als ik ga knippen, dan gaat het niet zo snel. Dat weten jullie ook wel inmiddels. En morgen om 2 uur ga ik ook weer live in een Noor en Zo groep. Want de nieuwe Dutch Doobadoo collectie die ligt in de winkel. En ik ga daar dus iets leuks maken met een nieuwe Dutch Doobadoo mal. Maar ik
ga hem wel weer een beetje op een speciale manier gebruiken. Dus ik ga er weer een extraatje aan toevoegen. Dus als je niks te doen hebt, dan zou ik zeggen, kijk zeker weer even mee. Oh ja, en Noor, die is er denk ik ook bij, want die heeft lekker ook vakantie. Zou heel goed kunnen misschien wel. Oké, ja, leuk. Noor was geloof ik net ook even live, hè? Maar daar heb ik even... Daar wilde ik kijken, maar mijn verbinding liep niet goed. Dus... Moet ik nog even terugkijken? Ja, spannend, hè? Maak ik het heel spannend en dan denk je dadelijk, oh, dat is echt niet leuk. Nee, wel. Wordt echt wel weer heel leuk. Zo. Nou, hebben jullie voor diegenen die wel meedoen misschien meteen, die hebben wel even tijd om... Even een inhaalslagje te doen. Nou, ik heb in ieder geval mijn poesje uitgeknipt. Oh, cute toch? Ik vind hem kei leuk hierbij. Yay. mijn tekst, daar hadden we het over. Die ga ik dus nu... Oh, bah. Ik heb iets uitgeveegd. Handig dit. Nou, mijn spetters waren dus nog niet helemaal droog. Oeps. Even kijken. Wat zit ik... Ja, die poesjes zijn kei lief, hè? Ja, vind ik ook. Maar ik dacht dus, omdat ik vorige week hondjes had. Nou, poesjes nu is wel heel erg leuk. Alle stempeltjes die ik nodig had, heb ik alvast stiekem op een blokje gedaan. Maar ik ga dat niet op deze manier doen. Ik ga dat even echt woordje voor woordje doen. Want dan kan ik het altijd netter. Ik ga hier dus bij stempelen. Ik wens je een magische verjaardag. Nou, dat vind ik wel echt bij die regenboog passen. En ik ga dat toverstafje dus ook gebruiken, want die vind ik kei leuk. En ik ga mijn tekst dus hier, even kijken, linksonder in de hoek maken nu, hè. Zou dat leuk zijn als de poesje hier zit? Ik doe het gewoon, ik zie het wel. Als het niet mooi is, is jullie schuld, oké? Grapje hoor. Ik moet even... Doe je erbij pakken om mijn stempels weer schoon te maken? Dat is ook wel makkelijk, hè? Ik wens. Oh, wens. Hier blijven. Oh, ik zie allemaal boze poppetjes en huilpoppetjes. Wat zijn jullie aan het doen? Ik dacht dat jullie blij werden van die regenboogkleurtjes. Zit er iemand per ongeluk op het verkeerde knopje te drukken? Ik wil liever hartjes zien hoor. Ja, precies. Dank je, Gerda. Hartjes zijn veel leuker. Even kijken. Ik wens je... Oh Marieke, ik ben benieuwd wat je gemaakt hebt. Of heb ik het al gezien? Ik weet het soms niet meer. Ik wens je een... Kijk, en je kunt het dus ook allemaal aan elkaar doen. Maar bij mij gaat het meestal een beetje scheef. Dus dan doe ik het liever woordje voor woordje. Het duurt wel iets langer, maar hey, dat is dan zo, hè. Ik wens je een magische verjaardag. Oh, Eugenie, was je me kwijt? Gelukkig heb je me weer gevonden. Zo. Deze set is leuk, hè? Die stempels zijn leuk, toch?
vind het zo gaaf. Ook dat Hocus Pocus Pilatus pas. Dat lijkt me ook wel toch bij een bij zo'n interactieve kaart. Dus dat ga ik ook nog eens doen. Ik wens je een magische verjaardag. Nou, en ons toverstafje moeten we niet vergeten, hè? Die heb ik hier ook nog zitten. Ah, wat leuk. Even kijken. Oh, dat is goed, Marieke. Ben benieuwd. Even kijken hoor. Ik heb hier vast nog een klein stukje papier ergens liggen. Want ik heb mijn klein stukje nodig. Die toverstaf vind ik wel grappig om die te stempelen. En dan zo meteen uit te knippen. Zodat hij er een beetje op komt te liggen. Je kunt hem ook meteen stempelen. Erbij. Maar vond ik gewoon grappig. Dit ruim ik dadelijk wel even lekker rustig op. Zo. Ik ga eventjes dat toverstafje een beetje droog maken. Ik heb hier VersaFine zwarte inkt gebruikt om te stempelen. En als die inkt droog is, dan is dat een permanente inkt. Maar dan geeft hij niet meer af, ook niet als je met water erin kleurt. Maar hij moet dus wel even goed droog zijn. Dus ik let heel eventjes de heat oil erop. Zo, ik denk dat dat wel genoeg is. En dan ga ik even die gele inkt weer pakken. Want mijn sterretje, die wordt een beetje geel. En dat staafje, dat wordt zwart. Nou, had ik de zwarte inkt wel een beetje bij de hand. Dit is de kleur Reglies of zoiets. Nogmaals, ik kan niet zo goed uitspreken. Spray een klein beetje water op mijn mat, maar echt niet in dit plasje. En dan, ja, dan heb je eigenlijk gewoon een heel dun penseeltje nodig. Ik weet niet of dat deze die ik hier nu heb liggen dun genoeg is. Maar ik pak heel even eerst mijn geel op. En dan daarna pas mijn zwart, want ik wil natuurlijk niet dat mijn sterretje zwart wordt. En geel is een lichtere kleur. Ik wil altijd eerst een lichtere kleur. Ik haal even een doekje af. Dit is echt inie mini. Hè? Dat zien jullie ook echt bijna niet. Hè? Maar deze kleur ik dus echt een heel klein beetje. Oh. Heel klein beetje kleur geef ik aan mijn toverstafje, zeg maar. Oh no, ik ga eruit schieten hier. Dat moest niet eigenlijk. Eigenlijk een dunner kwastje moeten hebben. Maar die had ik hier niet liggen. Dus je hebt eigenlijk maar een heel klein beetje hiervan nodig. Dit kan alweer weg. Zo. Alleen voor mijn mini toverstofje. En die ga ik weer uitknippen. Nou, leuk karweitje hoor. Het is zo inie mini dat dingetje eigenlijk. Maar hey, het is wel cute. Net als dat die toverstaf, zeg maar, de wens op papier zet, vind ik dan. Zo. Kijken hoeveel regenboogkaartjes er voorbij gaan komen nu. Met deze challenge. En vergeet ook als je een plaats niet even je hashtag erbij te zetten. Hè, dan kunnen wij het ook makkelijker terugvinden. Blijft het ook overzichtelijk. Ook later als je dan een video terugkijkt. En je wil voorbeeldjes van anderen en zo ter inspiratie. Dan vind je ze ook makkelijker terug allemaal. Die ging niet al bijna. Ja, yeah, ik heb mijn toverstaf. Nou, ik denk dat we het wel klaar zijn om het lekker op te gaan plakken.
ik ga dit onderste deel ga ik met een 1 mm tapeje opplakken. Ik vind het altijd leuk om een beetje in diepte te werken. Dat weten jullie wel, hè? En ik gebruik daar altijd foam tape voor. En eigenlijk gebruik ik altijd 1 en 2 mm foam tape. Wat zijn jullie stil geworden, joh? Hebben jullie niks meer te kletsen hier? Ik vind het altijd wel gezellig. Zo. Eigenlijk een heel simpel kaartje, hè? Maar ik hou ook wel echt van simpele kaartjes. Dat hebben jullie vast wel gezien. Ik ben namelijk helemaal into de kaskaartjes. Benieuwd naar het eindresultaat. Haha. Ja, simpel maar prachtig. Dankjewel. Even kijken. Deze gaat erop alvast. Probeer ik even dat ik hem overal dezelfde afstand van de randen, zeg maar, heb. Van de zijkanten. Soms zit hij een beetje scheef. Nou ja, die is dan zo. En deze ga ik met 2 mm tape opplakken. Zodat hij net iets hoger ligt. Zo. Oh, Linda, jij had zeker het beginnetje nog niet gezien. Je had het kaartje nog even gemist. Misschien meer van jullie wel. Ik had hem in het begin wel even laten zien. Maar als je later in bent gelopen, dan weet je inderdaad misschien nog niet precies wat het gaat worden. En hier, zeg maar in de overgang van de een naar de andere, daar zorg ik eigenlijk even dat die 2 mm tape goed zit. Want anders zakt hij daar best wel in. En dan zie je dat niet echt goed, dat daar een verhoging in zit. Oh, nou, ik vind het al lang leuk dat je meekijkt hoor, Linda. Maar dan weet je het inderdaad nog niet. Dan is het nog een beetje een verrassing. Zo. Ja, weet ik eigenlijk ook niet, Johnny, waarom ik het door midden knipte. Hoeft eigenlijk helemaal niet. Ah. Ik heb mezelf gesneden. Minder slim. Moet ik maar beter opletten. Scharen zijn scherp, hè. Als ik daar nou niet de hele tijd door de midden had geknipt, dan had ik mezelf ook niet gesneden. Ja, besparing denk ik, Gerda. Ik ben gewoon een zuinigerd. Er vliegen ook heel wat tapejes doorheen hier ook. Nou, deze wil ik precies aan laten sluiten, maar ik heb nu een schaduw door mijn licht er niet goed op staat. En eventjes stiekem zo voor het scherm, voor het beeld bij jullie. Want anders kan ik niet zien hoe die netjes op elkaar aansluit door de schaduw. Oh no, er zit nog een schermlaagje. Overal zitten nog beschermlaagjes. Joh, ik mag wel even wakker. Hey, Linda, wij lijken eigenlijk wel een beetje op elkaar. Hè? Met ons papier tikken en met foam tape tikken. En, oh, ik krijg ze weer bijna niet af, maar ik... Ik moet ook eigenlijk zeggen, ik vergeet altijd dat ik zo'n hele handige tool heb. Waarmee je dus super makkelijk die beschermlaagjes eraf kan halen. En dan denk ik dit, oh dat doe ik wel even met mijn vingers gewoon.
Zo. Blooper, ja. Hé, wie maakt het blooperfilmpje nou? Want daar hadden we het nog niet over gehad. Wacht, dan zit ik wel weer heel even weer in jullie beeld, hè? Want daar zat ik net al. Alleen toen zaten mijn beschermlaagjes er nog op. Dus nu niet meer. Kijk. Hoe tof. En dan komt de poesje, dat wil ik hier dus. En die toverstaf. Die doe ik zo een beetje zo omhoog. Een beetje zo. Zo. Zo doe ik hem. En dan heb ik een heel mini stukje tape nodig. Ik had hier nog een heel mini stukje zitten. Echt een 1 mm tape heb ik hier. Dan een mini stukje, want anders past het natuurlijk niet onder die toverstaf. Ja, Monica moet ze eigenlijk doen, hè? Maar Monica die wist niet hoe ze dat moest doen. Maar dat was wel Monica haar idee, ja, dat klopt. Zo. Ik heb die dus, dat toverstafje, even met een mini foamtapeje vastgezet. En dan doe ik heel even aan de achterkant een mini drupje lijm, zodat het... Ja, dat zijn echt de mini details, hè. Maar daar hou ik van. Daar moet hij iets lager weer zitten. Soms denk je... Nou, superleuk, Marieke, dat je er een idee van krijgt. Dat is precies de bedoeling. En ik ga hier even 2 mm tapejes onder aanbrengen. Zo. En dan ga ik dat pushen. Ga ik hier erop plakken. Ja, en nogmaals, ik ben dus echt van de kaskaartjes. Dus als je er niet bent, dan zal je wel denken, joh, er kan nog wel iets bij. Maar ik vind hem eigenlijk cute zo. Maar wacht even, hè. Ik zal proberen er een beetje van af te stappen. Zal ik eens kijken wat er gebeurt als ik nog eentje erbij ga plakken. Zullen we gek doen? Even kijken welke. Eigenlijk vind ik dat gewoon wel leuk. Gewoon even een keer een beetje afwijken van mijn normaal, zeg maar. Doe ik deze, denk ik. Deze schat. Nou, leuk Helena. Hopelijk ga je ook gezellig meedoen. En zien we je kaartje ook verschijnen. Haha, Lianne. Dat is niet papieren, hè. Dat heb ik net helemaal lekker geblend met inkt. Ik weet niet of je het gezien hebt. Dus. Eigen papier gemaakt. Maar deze ga ik er nog even bij doen. Dit schattige katje. Misschien. Even kijken hoe dat uitziet. Gewoon omdat ik denk. Laat ik eens 2 plaatjes doen in plaats van eentje. Oh, Lianne, zeker doen. Want dan laat ik precies zien hoe ik het gedaan heb. Superleuk. En helemaal leuk als je ook lekker zelf mee gaat doen natuurlijk. Probeer jullie iedere keer maar weer lekker enthousiast te maken om mee te doen, hè. Zo. Ik ben ook wel heel benieuwd of jullie het allemaal gaan proberen met de kleuren te blenden. En je hoeft er niet bij te vertellen hoeveel klapblaadjes je gebruikt hebt hoor. Grapje hè. Even kijken. Juliette, kijk hem eens even terug. Dan leg ik het uit. Maar de challenge is eigenlijk gewoon om een regenboog te gebruiken erbij. En het maakt niet uit welke inkt je gebruikt. Ik denk dat ze allemaal wel inktjes thuis hebben. En
Het leek mij gewoon super leuk om allemaal lekkere, vrolijke regenboogkaartjes te zien verschijnen. Even kijken. Ik ben ondertussen nog even aan het lezen. Met het brilletje. Oh ja, die met het brilletje was inderdaad ook eigenlijk heel leuk. Heb je gelijk in. Zo. Zal ik deze lekker hier zo erachter doen? Dat is ook wel schattig, toch? Die gaat dan ietsjes hoger. Zo, zit hij een beetje achter die andere. Ah, oh, dit is wel schattig. En die doe ik dan met een 1 mm tape, ja? Want dan, hoe heet het? De onderkant moet wel even met 2, anders zakt hij een beetje in daar. Maar dan komt hij iets lager dan die andere. Dat is wel leuk, denk ik. Ik denk dat dit echt schattig wel is. Zo, die twee zo bij elkaar. Hier op dit horentje er staat ook nog lovely. Zo schattig. Hoe had ik dit nou net? Moet dan ook wel eigenlijk een beetje precies, hè? Ah, hoe cute. Oh, ik wou hem omdraaien om jullie te laten zien. Maar ik zat even niet goed op te letten. Kijk hoe schattig. Leuk toch, die poesjes. Hier een leuke wens erbij dan, hè? Dat toverstafje. Cute, hè? Nou, ik vind hem helemaal leuk geworden. Ik hoop jullie natuurlijk ook weer. En, ik ben dus heel benieuwd wat voor leuks jullie ervan gaan maken. Laat het vooral lekker zien. En ik hoop dat ik jullie weer mocht inspireren. Ik zal ze even hier bij elkaar leggen. En dan zal ik zo meteen mijn kaartje nog even posten. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar die van jullie. Dus ik zie ze wel verschijnen. Hele fijne avond nog. En wie weet tot morgen bij de live op de Nora Zo groep. Doei allemaal!